Goedemorgen, het is zaterdag. Onze keuken is een bende, dus ik ga de vaatwasser doen. En daarna wil ik de was doen, terwijl Fofia gaat filmen. En ik heb een make-up trucje waar ik gisteren mee heb lopen spelen. Ik ga vandaag weer doen als een te zeg maar... En dan ga ik hem filmen. Voor het, niet vandaag hoor, maar als in... Hij staat in mijn hoofd nu non-stop ben ik eraan denken om daar dan een video over te maken. Dus... Shake time! Oeh, oeh. De was. Ho, 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 de was. Oh, de was. Ik had gisteren nog een heel interessant artikel gelezen over hoe je dus de Mount Everest hopen van was kan vermijden. En dat het dus bij de meeste mensen misgaat. Niet zozeer bij wat er te wassen, wat er zeg maar gewassen moet worden. Wat er gewassen wordt, maar wat er vervolgens opgevouwen wordt en in de kast moet komen. Daar gaat het dus mis bij de meeste mensen. En dat je daar dus bergen schone wassen overhoudt, zeg maar. Bergen, bergen, bergen. En allemaal in die witte wasmand. En ja hoor, wij hebben dat ook. We hebben twee witte wasmanden propvol. Schone was gaat er niet uit. Serieus, op een mand met schone was zit een mand met schone was. Ongelooflijk, hè? Maar dan hoorde ik dus over een techniek. En dat is om iedere dag één wasje te draaien. Zelfs als je met z'n tweeën bent. Dat zou heel goed werken. En dan gewoon gelijk dat wasje te draaien. Te drogen. En dan diezelfde dag nog in te ruimen. En blijkbaar als je daar dan eenmaal in zit. Dat je dan heel makkelijk dat in 3 minuten doet per dag. En vervolgens heb je niet dat hele opbouwgedoe. Nou, ik weet niet hoor. Maar ik heb erover gelezen. En heel veel mensen zeiden van. Sinds ik dat ontdekt heb gaat het helemaal goed. Maar we zijn maar met z'n twee. Ik kan me voorstellen als je inderdaad kinderen hebt en zo, of groter gezin, dat dan kan je een wasje per dag draaien. Maar wij wassen wel zeg maar al onze shirts na 1 keer dragen. Dat is niet, zeg maar, dat, bij mij is dat echt omdat ik een soort van, ik zweet heel snel en zo. Dus ik moet wel eigenlijk. Broeken niet, we zijn allebei wel van mijn broeken vaker dragen, maar shirts en dat soort dingen. En dan stel je voor als je ook gaat sporten of als je, I don't know, een outfit switch doet omdat je iets anders hebt, omdat je toch een fris shirtje aan wil. Ja. Het is wel veel was, maar het is niet zoveel als heel gezin. Dus, nou anyway, het heeft mij gemotiveerd om in ieder geval iets te doen aan de was die er nu ligt. Dus dat ga ik nu doen. Oh, en je zou moeten beginnen met als eerste dus al die gevouwen schone dingen in je kast te leggen. En vervolgens geen schone dingen meer over te hebben om te doen. En dan zeg maar met de vieze dingen bezighouden. Maar, toen zat ik ineens te denken en ik denk, er is nog een stapje daarvoor waarom je het niet wil doen. Omdat je kast niet opgeruimd is of je hebt geen plek. Dat is het. Je hebt gewoon geen plek in je kast. Denk ik, ik heb geen zin om het erbij te proppen. Ik laat wel aan die mand liggen. Dat is denk ik de essentie van wat het probleem bij ons is. En op zich, wat wij dus hebben is... We hebben allebei zo'n ding van 1 meter om te hangen. En hij heeft dan bijvoorbeeld zijn overhemden hangen en zijn nice shirt. En ik heb dan jasjes, ja, overhemden, hoe zeg je dat, blousjes, dat soort dingen. En hier hangen mijn jurkjes. En dan hebben we per persoon zo'n ding met planken. Nog één en hebben we er hier nog één sinds kort. Of sinds kort, dat hadden we al, maar zo ingedeeld dat we 3 per persoon hebben. Nou, als je daar dan geen goed systeem voor hebt. En ik heb het gevoel dat ik dat nu niet heb. Dan gaat dat niet. En we hebben die. Maar daar zitten ook in principe haartangen in en zo. En ik heb hier ook kleine dingetjes voor accessoires. Maar het is gewoon zo warrig. Ook dit. Oké, ik ga er vandaag mee aan de slag. Stap 1, ik ga douchen. Stap 2, ik ga iets wat... Mijn kledingkast uitruimen. Oh, en ik heb de nieuwe lades gekocht. Lades en de roede. Die wil ik graag gebruiken. Stap 3. De schone dingen erin leggen. Dus de schone dingen die overal door het huis liggen. Boven, hier. Allemaal in mijn kasten kwijt. En als het niet past, moet ik gewoon kleren weg gaan doen. Punt. Oké, huidige situatie. Ik heb gedoucht. Dit heb ik aan. Mijn Heisenberg shirt. En een broekje. Trouwens, check dit. Ik weet niet wat ik heb gedaan. Maar ik dacht, hé, wat doe ik me... Elleboogpijn of iets erboven. Volgens mij wordt het een mega grote blauwe plek. Geen idee wat ik heb gedaan. Maar dat, dit is echt een voorbeeld van... Ik heb een hele hoge pijngrens. Ik heb het niet eens door dat ik mezelf stoot. En dat ik dan... Waarschijnlijk heb ik gebloed. en dat ik een mega blauwe plek heb. Gewoon, ik heb het niet door. En vaak is het handig. Want ik kan een stootje hebben. Laat het zo zeggen. Maar soms denk ik ook van... Wat nou als het een keer echt erg is. En ik heb het gewoon echt niet door. Gewoon echt... Straks blijft er iets maar bloeden en dan heb ik, nou ja, goed. Ik heb het een keer gehad op mijn rug, had ik een soort van wond ding. En later kwam ik erachter en je zag, ik keek zo, huh? En dus er was helemaal opgedroogd bloed op mijn rug zo. En ik dacht echt, oh, oké. Okay. Ja, ik spoor niet. Oké, okay, ik heb 1 wasje erin gedaan, dat is de status handdoeken. Dat is altijd het makkelijkst, lekker hoog, klaar, wassen. En nu ga ik
Nee, kast opruimen. Kast opruimen en uitzoeken. En ik denk dat ik die laadjes erin ga doen ook. Ja, dan moet ik even een lijstje maken wat ik waar wil. Ik heb hier twee lades en een roede. En die zijn eigenlijk allemaal bedoeld voor dit hier. Want ik trek het niet meer. Ik wil hier gewoon eigenlijk lades in doen. Het liefst wel nog veel meer, maar... Ja, en eigenlijk vind ik het gek dat deze lades niet iets lager zitten. Er zit hier zo'n gat en daar past al niks. Waarom heb ik deze niet één tikje lager gedaan? Oh, misschien omdat dit niet kan. Oh ja, nee, wel. Kan wel gewoon. Nou, misschien dat ik dat ook... Weet je wat, ik ga deze verplaatsen. Of zal ik die andere witte lades hier doen en dan die iets hoger? Ja, ik denk dat ik dat ga doen. Of deze beneden. Jeetje, wat moeilijk dit. Oké, wacht. Witte lades hier of witte lades boven? Op zich, het handige van deze is dat je ziet wat erin zit, maar... ja, dit zijn dan mijn BH's, ja. Tikkeltje lager doen dan maar. Of witte laag. Potverdorie. Nou, weet je wat? Ik gooi in ieder geval alles nu eruit tot aan hier. Dus zeg maar die ga ik uithalen. Oké, leeg. En dit is wat eruit kwam. Heel veel sportkleren... BH's, wat bikinis, wat random shirtjes. Trouwens, ik vind deze dingen heel handig, alleen ze hebben het nu veranderd. Dus ik dacht nog, zou ik hetzelfde kopen, maar ze hebben ze niet meer. Anders stelt je alleen. Die witte lades kunnen helemaal niet onder, want dit ding zit hier. Nee, dus ik moet wel die, maar dan wel een slag lager ga ik ze doen. En dan erboven die witte laden. Hopen dat dat gaat met deze. Oei, oei, oei. Oké. Ik zit even te meten, want hoeveel moet er tussen zitten, tussen deze twee? Kijk hoor, hier zit 1, 2, 3... 4 tot de bodem. Dus 1, 2, 3, 4. Ja, zie je. En dan heb ik dus dit stuk nog over. Dit telt als 2. Dus 1, 2, 3. Eigenlijk zou die dus hier kunnen. Als het goed is. Dus 1, 2, 3, 4 tot de bodem. 1, 2, 3, 4. Bodem. 1, 2, 3, 4. Bodem. Dus hier moet die in. Of zijn het er 2? Of neemt er 2? Nee, neemt er 1. Of nee. Wacht, wat? Deze 2 zou dat moeten zijn. Deze twee. Ik heb mijn handy-dandy schroevendraaiers. Welke het is, weet ik niet. Maar ik pak ze gewoon maar alle drie die een beetje in de buurt komen. We hebben er meerdere, maar ja. Ik heb zo vaak schroevendraaiers gemolkt, jongens, echt. Dat ik dan die deed en dat er dan zo'n hoekje afvloog. Woep, is te klein. Ja. Weet je hoe lang ik deze kast al heb, trouwens? Toen ik alleen woonde, had ik deze kast al. Toen hebben ze meegenomen naar de bouwloon. En nu hierheen. Dus ze zijn al 2 keer uit elkaar gehaald en in elkaar gezet. En nog helemaal prima. Die mandjes, volgens mij toen wij in de bouwloon gingen wonen, heb ik die erbij gedaan. Maar verder niet zo spannend. Ik was altijd heel erg van de planken. Maar ik merk gewoon dat het altijd een zootje wordt. Kijk, dit vind ik zo grappig. Dat het dan blijft hangen aan die magneet. Hij moet hier, hier. Dus boven de... Yes. Oh nee, hij is oké. Dit zou er zogenaamd in zitten. Ja, dit zou ik... Waarom heb ik dit niet gelijk gedaan, joh? Ik leg nergens op. Oké. Okay. Zo doen we dat. Geen hamer voor nodig. Oké, okay, ik heb ze allebei verlaagd. En... Het is heel even schoon. Vieze stof hier ook. Bah. Maar, even één mandje proberen, dan haal ik hem weer uit en dan ga ik de volgende doen. En dan ga ik dus die lades erin doen. Ik hoop dat het goed gaat met die deur. Yes! Perfect! En nu is dit natuurlijk te hoog. Ja, hier zit echt een stuk tussen. Maar ik snap echt niet mijn logica dat ik dit niet eerder zou gedaan. Oké, nou die moet ook 2 omlaag. Dus dan zou dit zo hangen. Zo. Ja. Oké, okay, tweede mandje zit er ook in. Yes. Ik zou zelfs denken dat hij er nog één lager... Nee, maar dan komt hij echt er tegenaan. Of dan kan hier niet een bergje ontstaan als het nodig is. Nee, ja, soms pelt er iets uit, weet je wel. Oké, okay, dan gaan we verder. Want ik had hier een plank, die gaat dan weg. Dus moeten we die dingen eruit halen. Nou, deze dingen krijg je er dus niet uit. Ik blijf maar draaien. Met schroeven draaien. En uiteindelijk, ik heb er eentje uitgekregen hier. Die heb ik uitgetrokken. Dus het is eigenlijk een soort plugje... Wat je erin draait met een schroefje. Nou, het lukt gewoon niet. Ik krijg het er gewoon niet uit. Ik word helemaal gek. Nou, het is me gelukt hoor. Top. Het is me gelukt. Het ziet er niet fantastisch meer uit. Maar hey, who cares. Ik heb ze eruit gehaald.
Dit ziet er niet al te ingewikkeld uit. Ik twijfelde tussen die gewone en die glazen. Ik denk dat glazen te veel zou worden. Naast die manden is het echt een beetje overkill. Ja, en ik heb hier die andere ook hierachter staan. Oké, er is iets misgegaan. Wacht, wat heb ik fout? Er stond toch dat ik 7 omhoog moest? Damn it. Wat? Er staat hier, serieus, als je klapdeuren hebt, moet je zo gewoon naar boven tellen. En bij die andere moet je, dat snapte ik al niet. Dit gaat natuurlijk via de onderkant. Damn it. Je moet het erop leggen. Waarom hebben ze dan dit gedaan? Waarom is dit hier zo en dit hier zo? Oh nee. Maar dit gaat niet passen, want dit, hier is net 1 stipje te weinig voor nog zo'n lade. Maar als ik deze eentje hoger doe, kijk, deze gaat nu net zo, pas net. Maar dit gaat natuurlijk niet lukken, hier. Of wel, gaat dat wel lukken? Nee, kijk maar, die schroef komt daar een soort van... Of zit daar een stuk waar het in kan? Nee. Hier, ik heb hem ook al gesloopt zelfs hier. Ik denk dat ik toch dit mandje eentje omlaag moet doen. Maar echt 1. En dan zou 1 laadje hier tussen passen. Oké, eentje lager past. Kijk, hij raakt hem wel aan of zo. Maar het werkt wel. Dus zeg maar, het kan net. Zo. Ja. Oké, en nu hopen. Want op zich als ik dit zo zie. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6. En een stukje. En dan daar ook iets om. Ja, dat moet lukken. Zullen we het gewoon proberen? Oké, let's freaking hope for the best. Hier is de volgende. Ik heb ondertussen een nieuw wasje erin gedaan. En de andere in de droger. Wij hebben hier de pasta saus voor onze courgette noodles. Koude maaltijd. Raw. Yummy, yummy. Dan, dit is hoe het eruit ziet. Het lijkt wel een soort van spaghetti met gehakt. Maar het is de serieuze courgette met onder andere zongedroogde tomaten erin. Lekker. Hallo. Oké, ik ga me heel veel omkleden. We gaan even naar het ziekenhuis. En daarna komen we terug. Gaat voor weer verder met zijn ding filmen. En ga ik weer verder met de kledingkast. Wij zijn weer thuis. We zijn tussendoor even weg geweest. En nu gaat Foef filmen. Ja. En dan ga ik verder boven met de kast. Iets later dan de bedoeling was, maar maakt niet uit. Kast in full force hier bezig. Wow, de hele kamer ligt wel vol. Ik ben er bijna hier. Zit ondertussen Komari te lezen en wat aantekeningen te maken over kastindelen. Ik loop even over mijn kleren heen. Maar ik zit te denken hier dus een hangdeel. Hier. En dan wilde ik eigenlijk hier een plank onder doen. Maar eigenlijk is dat ook niet nodig. Want ik kan hier ook gewoon dingen opzetten. Toch? Dan hebben we hier nog een extra plank. Maar over het algemeen is de bedoeling dat ik hier dan kleren van pak en daar eventueel... Ik denk dat ik hier dan truien kan neerleggen of zo. Ja, ik denk dat dat verstandig is. En dan hier shirtjes in. En ja. Oké, hij hangt. Ik heb nu 1 legplek. Hang, legplek, lade. En daar nog 3 legplekken. Waarom noem ik het legplekken? Planken? Ja, weet ik veel. Maar in ieder geval, hier, dit hangt nu vol. Maar daar zou ik dan een deel van willen, hoe zou ik het zeggen? Ik moet het even uitzoeken ook. Wat de volgorde hiervan wordt. Honey Boo Boo is mijn obsessie van het moment. Echt oude beelden ook. Simpje is helemaal KO. Sleepy zien. Oh. Oh, baby. Cute. Knappie ben jij, hè? Waar was ik? Oh ja. Dang. Ik wil toch weer het tassensysteem hierin terugbrengen. Ik heb het nu hier. Het is oké, maar dat was zoveel handiger. Dat ik gewoon al mijn klutjes in een doorzichtige bak had. En mijn andere handtas in de ander. Yes. Het gaat terug, dan kan ik hier weer kleding kwijt. Oké, ik heb de tassen weggehaald. Nu heb ik dit. Leeg. Pyjama's. Chillkleren. En ik heb allemaal planken over. Dus ik zit erover na te denken om hier een plank tussen te doen. Om daar sportkleren op te leggen. Ja, pyjama sportkleren. Dit wordt te vol. Dat weet ik nu al. Als ik dit zo zie. Mijn chillkleren hoop kan vrij groot worden. Maar die niet. Not bad.
Het is 3:30. Ik ben al net in slaap gevallen. Ik zat allemaal video's te kijken van Catch Me Outside Girl en zo. En ik was dus hiermee bezig. Maar dit gaan we morgen wel weer mee verder. Dit is donatiespullen. Dit moet even weggegooid worden. En dan heb ik hier zomerkleding. En we zijn er soort van bijna, denk ik. Ja. Het is in ieder geval, ik ben hier heel blij mee. Goed, wel trusten. Bedankt voor het kijken. En tot morgen. Doei doei.